Hallo mensen en welkom bij een nieuwe Citadel vlog van New Energix. Ik heb wel groot nieuws. Deze week hebben wij gehaald Firemaking Spot level 3 en Smitting Spot level 2. Dus ben ik heel blij mee. Jullie weten vast wel wat dat betekent, want wel, er zijn upgrades zoals dat in het verleden geweest. Volgende week, of beter gezegd deze week eigenlijk, halen wij... Klap, 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 klap. Stronghold level 4, dus Citadel level 4. Betekent dat Citadel weer een heel stuk mooier wordt in het algemeen. Dat de mogelijkheden ook veel meer uitgebreid worden. De benodigdheden, 25 bezochte leden. In de Citadel. Vorige week haalden we 23, dus het is haalbaar, maar zeker niet gemakkelijk. Qua resources hebben we nodig 17.500 wood, 15.000 stone en 15.000 iron, als ik me niet vergis. Iron bars. En mochten we mogelijk nog iets over hebben, kunnen we nog een statue bouwen. Daar hebben we nog nodig 20.000 stone en 5.000 iron, maar... Dat betwijfel ik. Zoals jullie al weten, de Stronghold is iets waar je weken aan een stuk aan kan blijven bouwen. Het moet dus niet in één week. Het bezochte leed wel, dat moet gebeuren op de week dat het geüpgrade wordt. Dus op de week dat je genoeg resources hebt. En wauw, dat is snel gebabbeld. Er komt nog een speciale video over een paar uren op dit kanaal. Dezelfde dag waarschijnlijk nog. Zo niet komt het waarschijnlijk morgen wel. Zo niet komt het de week daarna. Wel, wat kan ik nog zeggen deze week? Wel. Ah ja, de winnaar van de loterij deze week was... Wel. Goddammit. Het was een of andere nurse Julie volgens mij. Ik ben de naam een beetje kwijt, maar ik denk dat dat hem is. Zij heeft meer dan 4 miljoen gewonnen, dus... congrats, zou ik zeggen. For fuck's sake. De recording is er juist uitgevallen en ik ben daardoor eigenlijk een beetje mijn kluts kwijt. Oh. De RuneScape client was gecrashed. Dus, sorry voor de in de waarheid. Maar, wel. Is er nog iets dat ik kan zeggen deze week? Want ik wil zo korte vlogs nu ook niet hebben. Maar ik denk dat dat het ongeveer wel zal zijn. Alhoewel, nee. De uitkomst van... wel, er was vorige week een kleine ruzie, zoals jullie weten. De uitkomst, de Cute Angel, is gedegradeerd tot gewoon lid. Ze heeft wel haar loyalty rank behouden, dus een zilveren ster. Ik weet nu niet precies wat dat betekent, maar... Dus haar gewoon... loyalty rank is ze wel mogen houden. De Cute Santa is helaas moeten verbannen worden tot 1 januari. Dat is beslist door het hele leidingteam. Clan leidingteam. Dus, wel. Het leek ons de beste keuze om ze even uit de clan te halen. Ook omdat ze in het verleden al dingen misdragen heeft. Hetzelfde voor de Cute Angel. Ze had in het verleden al wel tekenen getoond van... Wel, dingen die eigenlijk niet zouden mogen... Dus het leek ons best om haar gewoon weer lid te maken. Ze kan altijd nog eens een kans krijgen om leider te worden. Maar dat zal nu niet zijn. Ja, zoals ook al gezegd. Er komt straks nog een video. Of morgen. Of dag daarna. Of dag daarna. Of dag daarna. Een speciale video zal wel zien wat. En ja. Meer kan ik niet zeggen. Oeh, oort. Tot... Over een paar uur.